welkom bij deze nieuwe video. We staan vandaag in mijn badkamer in plaats van mijn beauty room. Dus we hebben vandaag een keer een andere sfeer, een andere vibe. Ik ga vandaag laten zien hoe ik mijn hele make-up erop haal, mijn hele avondroutine. Ik heb afgelopen jaar ook al zo een video gemaakt, alleen toen gebruikte ik andere producten dan nou. En ik moet zeggen, de routine van nou is echt nog beter. Ik gebruik altijd heel veel producten, want ik moet me obvious vaak opmaken voor mijn kanaal en zo. En ik heb ook altijd best wel veel make-up op, zoals vandaag. Dus ik heb echt een avondroutine van like 300 stappen. Maar je moet het gewoon een beetje leuk maken. Ik maak het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om mijn make-up eraf te halen. Ik zet er nog vaak hier een videootje bij die ik kijk terwijl ik mijn make-up eraf haal. En het kost je letterlijk niet eens 10 minuten. Dus je bent toch wel snel klaar. En ik heb hier een klepje en die houdt het altijd zo lekker dicht. Dan is het zo lekker warm. Oké. Ik ga beginnen. Ik ga dus deze hele look erop halen. En ik begin altijd met een haarband ding. Deze die ik gebruik is van W7, zoals je kunt zien. En die doe ik dan altijd zo om mijn hoofd heen. Ook al is mijn haar vast, dan doe ik het alsnog. Want anders gaat allemaal water en spul allemaal in je haar. En dat is niet echt chill. Dus deze doe ik altijd in. En dan als eerste wimpertjes eraf. Oh, dat is altijd zo'n fijn gevoel, I can't. En dan ga ik beginnen met de oogmake-up eraf te halen. Zoals je kunt zien, vandaag heb ik een best wel heftige look met glitters en zo. Dus het is altijd belangrijk dat ik die er allemaal goed afhaal. Ik gebruik hiervoor mijn Nivea oogmake-up remover. Deze is super fijn. Zo is hij iets meer up close. En deze gebruik ik altijd om mijn oogmake-up eraf te halen. Deze kost iets van 6 euro. En Kruidvat heeft super vaak acties van 1 plus 1. En dan sla ik hem altijd in. Wat ik doe is, ik doe een beetje op een wattenschijfje. En dan druk ik het zo in op mijn oog. Dan gewoon drukken en dan zo een beetje eraf halen. Ik doe nou niet te wild, want ik heb ook glitter op. En als ik dat echt ver uitsmeer, dan blijft het echt op mijn hele gezicht. Kijk hoeveel eraf gaat. En omdat ik nou best wel veel op heb, moet ik er 2 gebruiken. Dus ik ga nou weer in met een andere. En dan haal ik wat er nog op zit eraf. Zo, en dan doe ik ook gelijk mijn wenkbrauw mee. Dan ook weer mijn wenkbrauw. En dan pak ik ook nog een beetje van de lipstick mee. Zo, dan ga ik weer naar mijn gezicht. Om het meest make-up van mijn gezicht af te halen, gebruik ik zo'n witte schuifding. Ik weet niet echt hoe dit heet. Ik heb die van de Pussy Shop. Deze is ook super goedkoop en die maak ik gewoon nat. Zo, die maak ik gewoon zo een beetje nat onder de kraan. En dan ga ik hiermee over mijn hele gezicht om het meeste eraf te halen. Ik vind dit ding echt zo fijn en hij haalt zo goed alles eraf. Ik ben echt obsessed. Iedereen moet dit ding echt hebben. Kijk hoeveel er van mijn gezicht afkomt. En wat hierop zit, gaat er ook niet af. Ook wanneer het onder water doet, dit gaat er gewoon niet af. Dus je kunt gewoon zo heel tijd je gezicht schoonmaken. Zonder dat wat hierop zit weer terugkomt op je gezicht. En dat vind ik echt ideaal. Je moet dus echt zeep gebruiken om dit eraf te halen. Maar dat ga ik ook zo meteen laten zien. En dan ook bij mijn nek, want daar heb ik ook altijd wat make-up. Zo, kijk even hoeveel er afkomt. Echt absurd. Dan ga ik mijn gezicht echt super goed schoonmaken. En hiervoor gebruik ik mijn Star Skin Detox product. Of hoe het ook heet. Kijk, zo is hij weer iets meer up close. Die is te koop bij de Douglas, als het goed is. Doe ik even dit omhoog. En dit smeer ik dan gewoon zo in mijn handen. En dan breng ik het zo aan over mijn hele gezicht. En dan blijf ik het gewoon een beetje insmeren om mijn gezicht goed schoon te maken. Nou, dan maak ik weer die spons opnieuw nat. En dan met de achterkant die nog wit is, ga ik dan dit er ook zo afhalen. Je kunt ook je gezicht gewoon onder de kraan doen en dan gewoon met water schoonmaken. Maar ik vind dat niet fijn. Zo, en dan maak ik hem weer schoon onder water. En dan ga ik weer de rest eraf halen. En dit doe ik gewoon totdat het er echt helemaal af is van mijn gezicht. Kijk, er is ook nog gewoon echt oprecht een beetje make-up van mijn gezicht afgekomen. Dus het is echt belangrijk als je echt veel op hebt, zoals ik, om je gezicht echt goed schoon te maken met een product. Dan even met een handdoek mijn gezicht droog maken. Zo, nou ga ik hem niet meer gebruiken. Dus nou maak ik hem goed schoon. En dit kan echt heel makkelijk. Ik pak gewoon altijd een beetje handzeep die gewoon hier staat. Doe ik er gewoon zo een beetje op. Dan een beetje zo inwerken.
En dan met water gaat dan gewoon alles eraf. Het is echt ideaal. Kijk, hij wordt echt weer helemaal wit. Kijk, weer helemaal fresh en clean. Als je hier nou een gezichtsmaskertje op wilt doen, dan is dit het moment. Ik ga die vandaag niet opdoen. Ik gebruik een gezichtsmasker best wel vaak, echt bijna om de dag echt. Want ik vind het ook echt heel leuk, maar vandaag is het geen mask day, dus vandaag niet. Dus ik ga verder met mijn gezicht. Ik gebruik heel veel producten van The Ordinary, want ik vind die echt super fijn en het is ook echt betaalbaar. Op zich ben ik bereid om best wel veel te betalen, maar als het niet hoeft en het is gewoon goed, dan hoeft het niet. Dus ik heb hier een oogcreme van hun en die is super fijn. Dit is hem dan. Het is gewoon een klein flesje en hij is ook te koop bij de Douglas. Heel Ordinary is gewoon online en in winkels te koop bij de Douglas. Maar goed, oogcreme is heel belangrijk, want dan blijft het hier zo mooi licht en zo. Dus ik breng altijd zo een klein beetje aan hieronder. En dan met mijn vinger blend ik het zo een beetje in hieronder, maar ook hier zo. En dan met wat er nog op zit, breng ik het zo ook aan op mijn ooglid. Pas wel op dat het niet in je oog komt, want het prikt echt. Dus gebruik niet te veel. Die fout heb ik al gemaakt. Ik blonde gewoon super veel erop. En toen kwam het allemaal in mijn ogen. En dat is niet iets wat je wilt. Dus dit heb ik nou zo hier aangebracht. Dan ook van The Ordinary gebruik ik hun toner. Dit product, iedereen moet het halen. Iedereen. Hij is wel vaak uitverkocht. Maar hij is super goedkoop en hij is zo fijn. Ik heb die gewoon online besteld. Je ruikt ook echt veel. Hij maakt je huid zo mooi sprankelend en egaal. En hij haalt ook nog een beetje make-up eraf. Echt een geweldig product. Zo, en die breng ik dan ook aan op een wattenschijfje. Dan ook mijn hele gezicht. Echt, sinds ik dit product gebruik, ik zie zoveel verschil in mijn huid. Hij maakt alles zo mooi egaal en echt, I love it. En sla wel de plekken over waar je die oogcreme hebt gedaan. Dus daar ga ik niet op. Maar voor de rest over het hele gezicht. Echt geweldig product. En als je nog een beetje make-up hebt op je gezicht, dan haalt hij dat er ook af. Kijk, er is alsnog nog een heel klein beetje. Die haalt hij dan ook gelijk eraf. Echt geweldig dit. Oh my god. Zo, en dan zijn we nou nog niet klaar. Want nou ga ik in met mijn Ordinary Buffet of Buffet serum. Dit zorgt ervoor dat je huid minder snel oud wordt. Minder rimpeltjes en zo. Dus ideaal. Deze gebruik ik ook altijd. Zo, die breng ik dan zo'n beetje aan op mijn vingers. En dan blend ik het zo in mijn huid. En ook weer nou sla ik de plekken over waar ik die oogcreme heb gedaan. En dan ook zo bij mijn nek. Mensen, vergeet niet je nek. Zo, en dan ga ik het in blenden, soort van, met mijn Revolution Face Roller. Deze is ook handig en je moet daarmee gewoon zo omhoog rollen. Mensen vragen mij vaak, Sarah, heeft het nou echt nut? Eerlijk gezegd heb ik niet echt een idee. Maar ik heb het gevoel dat het mijn hoofdpijn heeft verminderd. Want ik had altijd best wel vaak hoofdpijn. Gewoon echt like 3-4 keer in de week. Maar dit ding moet er dus kennelijk voor zorgen ook dat de bloedsomloop in je gezicht beter gaat ofzo. En ik heb het gevoel dat hij dat ook echt doet. Want ik heb echt oprecht minder hoofdpijn. En ja, ik heb het gevoel dat ik dat heb sinds ik dit product gebruik. Dus ik heb echt het gevoel dat het komt door dit ding. Dus ja, dat vind ik wel echt heel fijn. En je moet dan zo hier omlaag doen, zo richting hier. Dus ja, dat gevoel heb ik wel echt. Dan hier ook zo omhoog rollen. En dan heb je hier zo de kleine. En die doe ik dan zo hier onder mijn ogen. Zo, en nou is het serum ook helemaal ingetrokken in mijn huid. Je moet sowieso altijd wachten eventjes voordat hij indroogt. Dus in plaats van zo hier staan en wachten, kun je net zo goed gewoon met dit ding zo'n beetje rollen. Zo, en dan de laatste stap qua mijn gezicht. We zijn nou eindelijk klaar. Is nachtcreme, tenminste als je gaat slapen. Ik heb de The Ritual of Namaste nachtcreme. Deze gebruik ik altijd. De geur is vreselijk, maar ik vind hem wel fijn. Deze is wel een beetje duur. Is van 30 euro. En ik heb die besteld bij de Douglas. Wat ik ook extreem geweldig vind aan dit product, is dat je maar een heel klein beetje hoeft. Dus echt letterlijk dit kleine beetje is genoeg voor je hele gezicht.
Dus je kunt er echt heel lang mee doen. En dat vind ik echt heel fijn. En hij trekt ook snel in. Ik had hiervoor een crème van de Kruidvat. Gewoon van like 3 euro. En die trok echt niet snel in. Echt na een half uur voelde ik het gewoon nog op mijn gezicht. En dat is met dit product niet. Dus je betaalt iets meer, maar ik vind ook wel dat hij ook echt iets beter werkt. En je kunt er echt extreem lang mee doen. Dus dat vind ik ook echt ideaal. Zo, dan is het gezicht helemaal klaar en schoon, weer helemaal fresh. Dan pak ik ook altijd nog een beetje vaseline. En die breng ik dan nog zo aan op mijn lippen. Vooral 's nachts is het heel fijn, want dan heeft hij de hele nacht om in te trekken. En dan heb je mooie zachte lippen. Zo, en dan is het klaar. Dan kan dit er weer af. Zo, en dan als laatste doe ik ook altijd mijn handen wassen. Want er is nou van alles op mijn handen. Zo, en dit was het dan. Dit is mijn hele routine. Dit is dus wat ik doe als ik mijn make-up eraf haal. Ik weet, het is een heleboel. Maar ik vind het echt absoluut waard. En ik doe dit letterlijk in 5 tot 8 minuten of zo. Je bent echt zo klaar. Dus echt ideaal. Het lijkt meer dan wat het echt is. Dus ja, dit is wat ik doe om mijn huid zo mooi te houden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!